Peter Maas, 1-1, dezelfde vraag. Ben jij tevreden met die uitslag? Ik ben vooral tevreden hoe dat wij vandaag die wedstrijd hebben beleefd. En, het is een derby, dat helpt natuurlijk. Ik vond het een echt een derby sfeer. Het zijn heel leuke wedstrijden voor supporters, spelers en stafleden. En belangrijk is dat je die beleving op het veld ziet. En dat was vandaag van denk ik de beide clubs aanwezig. Ik denk dat we een moeilijke start maakten. Nog wat onzekerheid van de wedstrijd, denk ik, die zo slecht begon op Club Brugge. Maar stelselmatig, en dan denk ik dat Amin denk ik een paar goede momenten heeft in een actie. Dat we wat vertrouwen putten en nemen we het eigenlijk inderdaad na 10 minuten over. En dan hebben we denk ik toch wel enkele hele goede kansen voor te scoren. Blijft dan 0-0. Focus denk ik, tweede helft, nieuwe start, was denk ik heel goed. Want dan nemen we direct terug het heft in handen. Ik denk dat we tot nu toe nog maar weinig gezien hebben dat wij echt zo dominant wilden vooruit voetballen. Dat we wilden afstanden overbruggen, dat we aan de flanken doorkwamen. Zowel aan de kant van Empati, de eerste helft, als aan de andere kant van Marzo. Kwamen centers in de 16 meter. Dat was echt wel mooi om dat te constateren. Alleen lopen we dan denk ik spijtig op een heel dom doelpunt, tegenslag. En dat komt natuurlijk nooit op een goed moment. En zeker in de situatie zoals wij zitten, dan heb je wel eens iets nodig. Dan krijg je zo'n moment tegen, terwijl je eigenlijk tot op dat moment niks hebt weggegeven. Dan scoren we gelukkig heel snel tegen. Ja, en dan denk ik dat we terug vervallen in het voorafgaande, dat we eigenlijk te veel gaan leunen, dat we eigenlijk de zones te veel gaan verdedigen, dat we niet meer vooruit beginnen te voetballen. Ja, en dan krijgen we toch wel een heel moeilijk moment in de wedstrijd, waar we wel geluk hebben. Maar goed, de manier waarop vandaag was heel goed, daar kunnen we mee verder. Ja, en twee speelt een resultaat. De terugkeer van Kilian Overmeijre liet zich ook merken op het veld? Ja, absoluut. Als je ziet hoeveel beleving dat Kilian brengt op zijn manier van spelen. Het is een sleutel op de deur die van daaruit ook heel veel rust geeft aan de andere jongens. En Michel daar in de omgeving, die ook normaal gezien vrij goed een balletje kan rondkrijgen. Dan zien we dat we toch bepaalde spelers wel lucht geven. En dat we bepaalde spelers wel hoger in het veld kunnen krijgen, waardoor dat we ook meer kunnen creëren. En ja, vandaag heb ik ook gezien dat de supporters dit ook wel lusten. Dit voetbal is natuurlijk het voetbal dat overslaat naar de tribunes en daar moeten we mee verder. Ik hoor vooral optimisme naar de volgende twee wedstrijden toe. Ja, en je ziet dat we daar denk ik nog met 5-6 ploegen heel dicht bij elkaar zitten. En je moet geluk afdwingen en je moet een resultaat proberen af te dwingen. En dan kan je alleen maar heel hard te werken en positief te denken. Dankjewel.